aisle. Bye, Deanna. Oh! Ben jij nog niet zenuwachtig voor vanavond? Nou, doe maar, hou op! Wil je het echt eerlijk weten? Ja. Je bent zenuwachtig, daarom ga je werken. Ja, afleiding. Werken is altijd een goed medicijn. Het heeft tot nu toe altijd perfect gewerkt. Kijk, ik heb hem! Ah! Het heeft even geduurd, het was bijna op het eind, maar ik heb hem! Ah! Hé! Het niet dadelijk doen. En Ronald ook de hele afwisselend. Bij elke nominatie, bij elke categorie. Dianne! Dan zie je de foto, we maken hem even. Die zat helemaal te shaken, zei hij al. Die stond er met haar uit. Dan ging het bijna te hard. Vertel eens. Ja, ik vind het wel heel vet. Die foto, wat een prijs. Allebei. Ja, ik vind deze foto wel heel speciaal. En op het moment dat ze in de kerkdienst, tijdens de kerkdienst ingezegend werd en dan zo'n blik, ja. Dan zit je al even. Ja, heel tof. Heel blij mee. Je had niet verwacht dat dit moment zou komen. Ja, het is gewoon mooi. Het is gewoon mooi. Het is gewoon mooi. Ja. Ja, gewoon mooi. Ja. Deze grote applaus. Op wie heeft het publiek het meeste gestemd? Pak elkaar even stevig vast. Pak elkaar, geef elkaar een hand slaan, arm op elkaar schouders. Kijk. Ayel. Zullen maar kijken. Zullen maar kijken. Met bijna 40% van de publiekstemmen heeft gewonnen By Deanna. Oh! Je krijgt toch een fantastisch applaus van iedereen hier vandaag. Want jij hebt gewonnen. Het Nederlands publiek heeft gestemd en vond jou de beste. Oh joh. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het was dat emotionele moment. Wat jij kon pakken, wat je vast kon leggen. Waar je zo trots op bent. We gaan je nog één keer een fantastisch applaus geven. Want ik ga je niet langer kwellen. Nou, we zitten weer in de auto, terug van de BFA-uitreiking. Vanavond niet alleen de publieksprijs in de categorie ceremonie gewonnen, maar ook de overall winnaar met, ik ben trots, ruim 40% van alle stemmen. En dat is natuurlijk fantastisch. En ik wil jullie allemaal daar echt super voor bedanken, voor iedereen die de moeite heeft genomen om op mijn foto te stemmen. Dankjewel.